De zoontjes groeien op als kool, tot lummels en atleten. De dochters lijken op Mae West, ook bol en rond gegeten. Hun ma is Kino Hasselaar, de vrouw met zeven willen. Hun papi, ach, is de kleine man, die slikt alleen maar pillen. De kindertjes doen veel aan sport, de dochter kan chaufferen. En maatje wil maar niet met pa nog Engels walsen leren. Want pa doet met of zonder wals in ma niet zoveel trillen. Pa is te oud, te stijf, te kaal. Pa slikt uitsluitend pillen. Pa voelt het aan den lijve, de tijd die stond niet stil. Pa slikt om fit te blijven, maar om het dure pil. Pa werd een beetje voos, gaat niet meer naar de soos. Houdt niet meer van een pretje, kruipt stil maar in zijn bedje. En als de slaap niet komen wil, slikt hij nog eventjes een pil. De kinders zijn de bloesempjes die thuis tot vruchten groeien. En maatje bloesemt lustig mee en tracht nog na te bloeien. Maar pa zit in zijn winterhaar en bij het vuur trillen. Pa kent geen bloei of bloesem meer. Pa slikt alleen die pillen. De oudste zoon is nummer 1, die helpt zijn ma regeren. Ma kan wat grote mond betreft nog van haar dochters leren. De kindertjes zijn net als ma, ze weten wat ze willen. Maar papi's wil staat om de deur en naast die doos met pillen. Zo gaat het als je ouder wordt als pa en in je eentje, terwijl je vrouw aan nabloei doet, dan lichten ze je beentje, dan hoor je als je met dat tuig een appeltje wilt schillen. Oh, daar heb je papi ook. Maar waar staan pa zijn pillen? Pa voelt het aan den lijve, de tijd die stond niet stil. Pa slikt om fit te blijven, maar om het uur pil. Pa wordt een beetje voos, gaat niet meer naar de soos. Houdt niet meer van een pretje, kruipt stil maar in zijn bedje. En als de slaap niet komen wil, slikt hij nog eventjes een pil uit.